Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Kim. Kim volgt een ketogeen dieet. Een dieet met een extreem laag koolhydraatgehalte. Gedurende dit dieet mag je geen voeding eten met een hoog koolhydraatgehalte. Dus voeding zoals aardappelen, waarvan we weten, ja, die bezitten veel koolhydraten, die zijn uit den boze. Die moet je uitsluiten. Tenminste, de reguliere aardappel zoals we die in Nederland kennen. Maar, nu heeft Kim op een aantal websites met ketogene recepten, dus recepten met een heel laag koolhydraatgehalte, recepten die ingrediënten bezitten die passen binnen een ketogeen dieet, recepten aangetroffen met als onderdeel daarvan, als ingrediënt, zoete aardappelen. Dus Kim vraagt zich af, zijn zoete aardappelen ketogeen? Hebben zoete aardappelen een laag koolhydraatgehalte in tegenstelling tot de aardappelen die we kennen in Nederland en die juist enorm koolhydraatrijk zijn? Dat is de vraag van Kim. Nou, Kim. Zoete aardappelen bezitten net als de reguliere aardappel, zoals we die in Nederland kennen, enorm veel koolhydraten. Ondanks het feit dat je op heel veel koolhydraatarme receptsites tegenwoordig geen reguliere aardappel ziet staan. Nee, tuurlijk niet, want die zijn koolhydraatrijk en wel een zoete aardappel. Hoe zit dat? Nou, koolhydraten kun je onderverdelen in allerlei verschillende vormen, soorten en maten. Koolhydraten die hele ingewikkelde structuren bezitten met vele moleculen worden polysacchariden genoemd. De reguliere Nederlandse aardappel staat bol van polysacchariden in de vorm van zetmeel. Zetmeel is een polysaccharide welke vele moleculen glucose bezit en die na verhitting goed verteerd kan worden door het menselijk lijf. Want ons lijf, het menselijk lijf, bezit enzymen welke in staat zijn om het polysaccharide zetmeel te kunnen verteren. Dus wanneer jij een reguliere aardappel eet met veel zetmeel daarin aanwezig, dus zo'n polysaccharide met enorm veel glucosemoleculen, dan na consumptie daarvan en de vertering daarvan in jouw spijsverteringskanaal belanden er vele glucosemoleculen in jouw lijf. Die worden in jouw darmen opgenomen, die belanden in je lijf. En wat doen die? Die verhogen je bloedsuikerspiegel. En wat is het doel van een ketogeen dieet? Zo min mogelijk voeding eten welke je bloedsuikerspiegel doet verhogen. Dus ja, het is logisch dat je dan geen reguliere Nederlandse aardappel kan gaan eten. Of beter niet kan eten, want ja, dan verhoog je je bloedsuikerspiegel. Dus dat snappen we allemaal. Maar hoe zit het dan met die zoete aardappel? Want die staat wel gewoon op receptensite van koolhydraatarme recepten, ketogene recepten zelfs. Nou, die zoete aardappel, die bezit dus ook heel veel koolhydraten. Maar die bezit die koolhydraten niet in de vorm van de polysaccharide zetmeel, maar met name in de vorm van een ander polysaccharide genaamd inuline. Inuline is een polysaccharide met niet vele glucosemoleculen daarin aanwezig, maar vele fructosemoleculen daarin aanwezig. En het is een polysaccharide waar ons menselijk lijf, in tegenstelling tot zetmeel, geen enzymen voor bezit om dat polysaccharide op te splitsen tot losse moleculen fructose. Dus, na consumptie van de zoete aardappel en het belanden van dit polysaccharide inuline in je spijsverteringskanaal, belanden er dus niet, zoals bij die reguliere aardappel, vele glucosemoleculen in je lijf. Ja, en wordt je bloedsuikerspiegel
Ja, wordt niet tot nauwelijks verhoogd. In tegenstelling tot na consumptie van die reguliere aardappel. Dus om die reden dat je bloedsuikerspiegel veel minder verhoogd wordt na consumptie van die zoete aardappel in tegenstelling tot de reguliere aardappel, zie je zoete aardappel op receptensites met koolhydraatarme en zelfs ketogene recepten staan. Maar, betekent dit dan ook dat zoete aardappel ketogeen is? Nou, nee. Want wat is het doel van een ketogeen dieet? Niet alleen je bloedsuikerspiegel niet verhogen, maar ook voortdurend de verbranding van vetzuren en de vorming van ketonen in jouw lever plaats te laten vinden. Om dat plaats te kunnen laten vinden, de verbranding van vetzuren en de vorming van ketonen in jouw lever, moet niet alleen jouw bloedsuikerspiegel laag zijn. Want ja, dan kan je prima die zoete aardappel af en toe eten, want ja, die verhoogt jouw bloedsuikerspiegel niet al te veel. Maar moet jouw lever ook wel voorzien zijn in vocht, zoveel mogelijk vitamines en mineralen en ketogene voedingsstoffen. En wat zijn dat voor voedingsstoffen? Dat zijn vetzuren en een aantal aminozuren van daaronder. Wanneer jij iets eet met zoete aardappel daarin aanwezig, garandeer jij dan dat jouw lever goed voorzien wordt in vocht, vitamines, mineralen en ketogene voedingsstoffen, vetzuren en aminozuren? Nee, want ja, dat recept hoeft helemaal geen eiwitten te bezitten. Ketogene aminozuren leveren, hoeft geen vetten te bezitten die ketogene vetzuren leveren. Maar ook de opname van vocht in jouw lijf en het aanbelanden daarvan, je lever daarin voorzien, wat nogal belangrijk is om vetzuurverbranding in jouw lever en ketonvorming in jouw lever plaats te laten vinden, is ook niet gegarandeerd, want de verwerking van onverteerbare koolhydraten in jouw spijsverteringskanaal doet de opname van vocht in jouw lijf en het aanbelanden daarvan in jouw, bij jouw lever en het aanbelanden van ketogene voedingsstoffen bij jouw lever vertragen. En dat betekent dat ten tijde van de passage van een onverteerbare koolhydraatvorm, inuline, in jouw spijsverteringskanaal je lever eventjes helemaal niet goed voorzien wordt in vocht en ketogene voedingsstoffen, jouw lever dus ook niet in die tijd goed in staat is om vetzuren te verbranden en ketonen te vormen. En dat is toch ook het doel gedurende het ketogene dieet. Dus vanuit de redenatie dat zoete aardappelen minder verteerbare koolhydraten en minder glucosemoleculen bezitten dan reguliere aardappelen, zou je kunnen denken, nou, die zoete aardappel zou je prima in een ketogeen koolhydraatarm dieet op kunnen nemen. Die redenatie kun je nog volgen, maar dat wil toch niet zeggen dat jouw lever dan goed in staat is om ketonen te vormen uit de verbranding van vetzuur, want dat is afhankelijk van de voorziening van vocht, vitamines, mineralen en ketogene voedingsstoffen aan jouw lever. Ja, en dat doe je toch niet als je zoete aardappel eet. Dus nee, je kan zoete aardappel niet ketogeen noemen. Want om iets ketogeen te kunnen noemen, moet je hetgeen je eet niet alleen een laag koolhydraat bevatten, maar ook wel jouw lever goed kunnen voorzien in vocht, vele vitamines, mineralen en ketogene voedingsstoffen. Ja, en daarvoor ziet een zoete aardappel jouw lever niet in, hè.